Hi, welkom weer bij een mukbang. Leuk dat je hebt besloten om vandaag bij mij even gezellig te gaan eten. Ik weet niet of je op dit moment misschien zelf ook gaat avondeten of lunchen, ontbijten misschien wel. Ja, dat je gewoon eventjes lekker iemand nodig hebt die tegen je lult. Dat het niet helemaal voelt dat je alleen zit. Ik vind zelf alleen eten ook altijd behoorlijk saai. Het wordt wel een beetje een eenrichtingsverkeer gesprek, omdat jij natuurlijk niet echt terug kan praten. Dus een beetje een soort van hele slechte Tinder-date. Nou, ik heb er zin in. Ik heb weer lekker sushi besteld bij Sushi Wereld. Heel schattig bordje. Ik vind het altijd wel grappig, want bij de meeste mukbangs bestellen mensen altijd echt eten voor, nou, echt een gezin van 8 kinderen of zo die ermee kan voeden. En ik heb altijd echt een heel klein maaltje. Ik heb lekker edamame boontjes erbij. I love deze boontjes. En een lekker kan met water. Daar heb ik citroen en komkommer in gedaan. Die ga ik even in deze mok schenken. Oh my god. Dat was niet de bedoeling. Nou, oké, dan zit het nu lekker in mijn glas water. Cheers. Oh, ik heb zo'n honger. Echt, deze dingen staren me aan gewoon. Er zijn er trouwens echt zoveel. Normaal, sowieso, je edamame boontjes zijn echt best wel duur, vind ik. Want deze waren 4,50 of zo. En soms dan betaal je echt gewoon bijna 5 euro voor die dingen. En dan krijg je echt zo'n bakje. Echt gewoon, nou, het past net in je hand. Dat je denkt, hallo. Waar betaal ik voor? Ik heb op mijn Instagram gevraagd of jullie wat assumptions about me, dus zeg maar, ja, vooroordelen of hoe kan je assumptions echt goed verwoorden? Ja, gewoon een beetje een idee die je over mij hebt die misschien wel niet waar is of gewoon, ja, die je uit jezelf soort van hebt bedacht. Het is echt een hele vage uitleg. Nou ja, jullie snappen me waarschijnlijk wel. En ik heb er best wel wat antwoorden op gekregen, dus het leek me leuk om die vandaag te bespreken tijdens deze mukbang. In die assumptie zitten ook gewoon best wel veel vragen die mensen in general hebben. Dus het wordt gewoon een beetje een mengelmoes. Ik lul wel. Komt wel goed. De eerste assumption is dat ik altijd super gezond eet. Wat is dat? Ja, op zich wel. Ja, ik denk dat ik mezelf wel echt een gezonde eter kan noemen. Ik ben nu toevallig ook aan het experimenteren om wat minder suiker te nemen. Ik ben echt, zeg maar, ik leef gezond, maar ik ben echt suikerverslaafd. Ik ben een ontzettende snoepkont. Ik ben niet zozeer van het chips of de koekjes, maar gewoon echt snoep. En dan vooral drop, biggetjes, zure matten. Oh, echt, geef het aan. Ik word er zo gelukkig van. Ik heb er heel erg mijn fases in gehad natuurlijk altijd. Dus vroeger had ik het echt heel erg. Maar ik heb een lage bloeddruk van mezelf. En als ik dan voelde dat ik licht werd in mijn hoofd in plaats dat ik dan gewoon goed ging eten, ging ik dus snoep eten. Dus op een gegeven moment had ik heel erg het idee dat ik suiker nodig had om een soort van goed te voelen. Vooral op dagen dat mijn ijzer gewoon heel laag was, of ik gewoon ijzertekort had. Nou, uiteindelijk ben ik daar wel gelukkig redelijk van kunnen afstappen door gewoon het een beetje om te gooien en echt te denken van oké, Len, je moet gewoon nu echt meer gaan zoeken naar voeding wat echt voedt en wat, waar gewoon veel ijzer in zit. Bijvoorbeeld spinazie of nou ja, zalm of gewoon gezonde dingen. Nou, dit is me eigenlijk heel erg goed gelukt. Ik kook eigenlijk altijd gezond. Ik ben niet iemand die frituurt. Ik heb hier überhaupt niet eens een frituurpan. Tuurlijk ga ik echt wel eens naar de McDonald's. Tuurlijk. Maar ik wil heel erg graag zoiets. Daar wil ik een soort van echt een feestje van maken. Weet je wel? Dat je er niet elke week bent. Maar gewoon als je gaat. Als je denkt, ach, ik heb het verdiend. En ik mag het weer gewoon even. Ik ben niet iemand die streng dieet of zo. Ik eet gewoon puur wat ik zelf wil. En wat ik lekker vind. En ik ben gewoon iemand die heel erg van gezond eten houdt. Ik word gewoon gelukkig van salades. Ik weet dat heel veel mensen daar echt een hekel aan hebben. Aan dat soort mensen. Maar ja, that's me. Ik ben dus nu aan het minderen met suiker. Voor zover dat me lukt. Ik ben dan niet echt soort van heel goed bezig of zo. But I'm trying. Het is een mindset die ik er probeer in te krijgen. Ik wilde dan ook net een blikje cola hierbij bestellen. Maar ik dacht uiteindelijk van nee, ik ga gewoon lekker een kan met water maken. Lekker met citroen en komkommer. Want dat vind ik ook gewoon heel erg lekker. Dus zo probeer ik het wel, ja, wat gezonder voor mezelf te maken. Oh, deze sushi is zo onwijs lekker. Gewoon dat eerste stukje is altijd echt het beste. Je zit eigenlijk helemaal niet in de YouTube-wereld qua vrienden en alles. Op zich is dat wel een beetje waar. Hoe leg ik dit uit? Toen ik begon met YouTube was het natuurlijk allemaal nog heel klein. En toen zat ik er wel echt wel in. Ik vond het gewoon heel erg belangrijk om met andere YouTubers contact te maken. En heel erg bij die community te horen, voor zover het nog echt een community was. Maar het is inmiddels gewoon uitgegroeid tot zoiets groots dat je kan ook eigenlijk bijna niet meer elke YouTuber kennen en daar helemaal soort van in zitten ofzo. En ik moet eerlijk zeggen dat ik het ook niet echt wil.
Ik voel me soms een beetje te, ja, normaal. Of te nuchter, misschien dat het een beter wordt voor het hele wereldje. Ik vind dus altijd wel naar premières toe en evenementen en zo. En ik merkte gewoon als ik daar was, dat ik me gewoon nooit echt helemaal op mijn plek voelde. Iedereen is daar gewoon heel erg, ja, hoe leg ik dit soort van netjes uit? Iedereen is daar gewoon heel erg bezig met in de spotlight staan. En het is best natuurlijk ook een beetje nep allemaal. Heel erg, oh, en ik vind je zo leuk. Dat hoor je eigenlijk echt denkt van, meen je dat wel? Het is natuurlijk altijd wel een beetje een soort wereld waar je elkaar ook wel omhoog helpt en zo. En misschien daar ook wel bepaalde mensen voor gebruikt. En ik pas daar gewoon zo niet tussen. Ik doe gewoon heel erg mijn ding omdat ik het leuk vind. En ik heb wel echt heel veel vrienden ontmoet via YouTube. De helft van mijn vrienden ongeveer ken ik van YouTube. En daar ben ik super dankbaar voor. Omdat je met die mensen zo'n raakvlak hebt. Omdat je letterlijk dezelfde passie hebt. En dat vind ik gewoon iets heel moois. Ik kies er in ieder geval bewust voor om niet heel erg in de community te zitten. Zo ga ik ook niet meer echt naar premières toe en zo. Omdat, ja, ik voelde me daar gewoon een beetje misplaatst. Ja, dat eigenlijk. Ik volg wel echt superveel YouTubers. En overal vind ik de meeste YouTubers ook echt gewoon hele leuke en lieve mensen. Maar ja, er gebeurt ook wel gewoon veel in zo'n community. Kijk, ik zit er natuurlijk niet in. Dus ik heb niet de thee die ik kan spinnen. Maar natuurlijk hoor je wel hier en daar drama en geroddel en gewoon. Het is eigenlijk gewoon een beetje te groot voor me geworden. En daardoor hou ik me gewoon een beetje aan de zijlijn. En daar vermaak ik me eigenlijk helemaal prima. Je verdient stiekem heel erg veel. Omdat je zo regelmatig eventjes geld waard video's maakt. Ik heb deze assumption dus wel vaker gehoord. Dat mensen dus denken dat ik stiekem eigenlijk echt heel erg loden ben. Kon ik daar maar ja op zeggen? Oh! Nee, ik ben helemaal niet zo loden. Echt totaal niet zelfs. Ik ben gewoon een student en op dit moment krijg ik mijn stagevergoeding elke maand. En ja, YouTube is wel een bijverdienste voor mij. En in zekere zin kan ik er sommige maanden ook wel echt van leven. Vooral als ik veel campagnes heb. Maar loaded? Nee, zeker niet. Oh, gadver, zit een haar in mijn. Het is mijn eigen haar, daar niet van. Maar nee, ik ben niet rijk. Ik ben niet zoals echt die grote YouTubers die echt, weet ik veel, mooie panden hebben in Amsterdam of met dikke auto's of zo. Nee, absoluut niet. Ik mag zeker niet klagen, though. Ik kan eigenlijk al vanaf best wel jongs af aan leven van YouTube. Of nou ja, leven. Ja, ik kan, jawel, op dit moment kan ik er wel echt van leven. Maar toen ik wat jonger was, hoefde ik geen bijbaantje te nemen omdat ik YouTube had. En ik weet ook nog wel dat ik me daar op een gegeven moment een beetje, nou, niet per se schuldig om voelde. Maar ik had wel veel mensen die zeiden van, ja, jij mag echt niet klagen, want jij hebt YouTube. En weet je wel, ik moet gewoon super hard werken in de supermarkt. Ja, dat ze zoiets hadden van, jij weet niet wat hard werken is. En ik vond dat best wel een lastig iets. En op een gegeven moment, toen ik op mezelf ging wonen, heb ik er toen dus ook voor besloten om in een kledingwinkel te gaan werken. En ik wist ook van wel dat ik het elke maand financieel rond kreeg. Maar ik vond het gewoon een fijn idee dat ik gewoon altijd extra geld bij de hand had. Vooral als ik gewoon maanden op YouTube had waar ik wat minder uploadde. Of nou ja, het is natuurlijk niet een stabiel inkomen wat je hebt. Maar ik wilde ook gewoon heel erg graag ervaren hoe het was om in een team met collega's te werken. En dan niet als stagiair, want dat heb ik natuurlijk wel vaker gedaan. Maar gewoon echt als, nou ja, medewerker. En ja, gewoon echt dat ik gewoon kon zeggen dat ik een normaal bijbaantje heb gehad. En ik ben ook super blij dat ik dat destijds heb gedaan. Ik heb 8 maanden, geloof ik. Of wel, nee, iets langer trouwens. Nee, volgens mij heb ik iets van 10 maanden of zo bij de kledingwinkel gewerkt. Ik moest uiteindelijk stoppen omdat ik fulltime stage ging lopen. En nou ja, dat kon er dus gewoon niet bij als ik natuurlijk ook nog YouTube had. Maar ik werkte 12 uur in de week. En ik heb daar ook wel echt heel erg soort van nog meer dankbaarheid gekregen voor mijn YouTube. Dat had ik altijd al heel erg. Maar ja, wat ik daar soms in 2 maanden verdiende, kon ik in 1 campagne een soort van terugkrijgen met YouTube. Snap je? En dit is nu totaal niet om op te scheppen of zo. Ik vind geld altijd best wel een lastig onderwerp. Want ik ben iemand die heel open is over geld. Omdat ik haat dat er een soort van taboe op ligt. Want we hebben er letterlijk allemaal mee te maken. En ik vind het juist heel fijn als mensen er ook open over zijn. Hoe ze met geld omgaan. Hoe je het beste kan sparen. Ja, we zijn er altijd een beetje natuurlijk heel erg op onszelf over. Ja, ik vind het juist heel fijn om er gewoon open over te zijn. Het is soort van niet om nu mijn YouTube naar beneden te halen. Want natuurlijk, het is ook wel werk. Maar vergeleken wat ik in de winkel deed. Ho. Jo, dat is een beetje vies op mijn telefoon. Hè? Nou, die eet ik maar niet op. Ja, is wel gewoon echt een verschil. Ja.
Dus ik ben gewoon super blij dat ik die ervaring heb gehad. Nou ja, om je vraag te beantwoorden, nee, ik ben niet... Ik heb nog geen Range Rover, zeg maar. Nee. Je zal nooit fillers of botox doen. Vind ik een beetje een lastige. Op dit moment zou ik zeggen, nee. Ik sta er op dit moment niet... Nou, ik wil het echt niet voor open. Ik wil het gewoon niet. Ik ben heel erg blij met mezelf. En heb ook gewoon de wat mindere punten van mezelf inmiddels wel best wel kunnen accepteren. Maar ik weet dat ik een paar jaar terug echt er zeker van wist dat ik een borstvergroting zou nemen. Mijn borsten waren altijd gewoon een ontzettend onzeker iets. Omdat ik gewoon heel laat begon met groeien. En nog steeds gewoon niet echt een grote cup heb. En ik kreeg ook best wel veel comments over. Niet alleen op YouTube hoor, maar ook gewoon in real life. Nou, ik had gewoon heel erg het idee dat het niet echt vrouwelijk was als je kleine borsten had. Daar ben ik nu inmiddels helemaal op teruggekomen. Maar zo voelde het voor mij op dat moment heel erg. Ik geloof dat ik toen 16 was, 15, 16. En ik ben toen ook zoveel research gaan doen naar borstvergrotingen. En hoe duur het was. En heel erg naar andere YouTubers kijken die het hadden gedaan. En hun verhaal erover deden. En ja, ik was echt convinced dat ik het uiteindelijk zou gaan doen. Nou, uiteindelijk ben ik daar wel van afgestapt. Omdat ik gewoon ouder werd. En gewoon eigenlijk mijn lichaam meer ging accepteren. Meer van mijn lichaam ging houden. En het staat mij ook gewoon best wel tegen dat er iets in mijn lichaam zit wat er niet hoort. Zo vind ik het bijvoorbeeld ook een eng idee om een spiraaltje te nemen. Omdat er dus iets in me zit wat er eigenlijk normaal niet zit. Ik weet niet waarom, maar iets in me vindt dat gewoon een naar idee. Dus op dit moment, nee, zou ik het nooit doen. Maar ik weet gewoon niet hoe ik er misschien over een paar jaar in sta. En ik vind botox of fillers ook totaal iets wat je gewoon wat moet kunnen, zeg maar. Ik vind het ook gewoon iets wat, ja, als jij niet happy bent met jezelf en jij wil iets aan jezelf laten veranderen, go for it, weet je wel. Ja, dat moet gewoon kunnen. Even kijken. Oh ja, assumption. Je sport 7 dagen in de week. Nee. Ik heb ook heel erg het gevoel dat mensen denken dat ik meer een fit girl ben dan dat ik eigenlijk ben. En dat is niet om mezelf nu naar beneden te halen. Maar als je gewoon een beetje iets deelt over sport. En ik merk het zelf hoor, bij anderen ook. Als ik bij een andere influencer bijvoorbeeld zie dat ze af en toe sporten. Denk ik, wow, deze persoon is elke dag aan het sporten. En hun lifestyle is zo gezond. En nou, ze doen niks anders dan gymmen. Terwijl in de werkelijkheid is dat vaak helemaal niet zo. En bij mij is dat ook zo. Ik sport overal wel redelijk veel. Vooral nu in quarantainetijd sport ik bijna nu wel elke dag. Maar met sporten bedoel ik ook yoga. Of ik ga een wandeling maken. Of ik ga een stuk fietsen. Dus dit is niet krachttraining wat ik elke dag doe. Er zijn ook dagen of zelfs weken geweest in quarantaine dat ik het super weinig deed. Omdat ik gewoon, het lukte me gewoon niet. Ik had weinig energie. Naar de sportschool ga ik gemiddeld voor mijn coronatijd 3 keer in de week. Maar dat red ik ook niet altijd. Dus nee, ik sport zeker niet elke dag. En ik wil soort van ook wel een beetje dat gevoel bij mezelf ervan afhalen. Want ik heel erg het idee heb dat mensen dat denken. En ik wil dan niet soort van mensen slecht gevoel geven dat dat hoort. Of ja, hoe leg ik dit uit? Dat ik een soort van mega fit girl ben die alleen maar aan sporten is? Nee, zeker niet. Er zijn ook echt genoeg avonden dat ik gewoon op mijn bed lig en Netflix. En denk, oh, ik zou nu kunnen gymmen, maar ik heb gewoon geen zin. En er gewoon een zak snoep bij pak. En maar 7 dagen? Nee, daar ga ik ook waarschijnlijk nooit aan typen. Heb je last van fear of missing out? En hoe ga je ermee om? Ja, ik heb er onwijs last van zelfs. En ik denk dat ik altijd een beetje in een soort ontkenningsfase heb gezeten. Want ik dacht altijd dat ik er geen last van had. Of in ieder geval weinig. Maar door coronatijd heb ik het zo... Nou, ik ben mezelf erin zo tegengekomen. Want ik voel denk ik altijd wel gewoon een soort van sociale stress. En ik denk dat veel mensen dat wel ervaren. Vooral van onze generatie. Dat je gewoon overal bij wil zijn. En als je dan stories ziet van een festival waar je geen kaarten voor hebt, dan is het toch weer een soort van balen of zo. En ja, gewoon ook heel erg sociaal willen zijn en continu met vrienden willen zijn. Maar ook een soort van tijd moeten vrijmaken voor je school en je werken voor jezelf. En sinds quarantaine is die stress er bij mij eigenlijk zo af. En ik heb het eigenlijk als iets heel erg fijns ervaren. Ook al vond ik het mega super lastig om een soort van social distancing te doen. Want ik ben echt een mensenmens. Ik haat dat woord by the way. Maar ja, ik hou heel erg van met mensen zijn en vooral met mijn vriendinnen en gewoon mensen waar ik heel graag mee ben. En ik vind het ook echt zo mega balen dat ik gewoon niet naar festivals kan dit jaar. Echt, ik zit er echt mee. Maar aan de andere kant is het ook een soort van relief of zo. Omdat ik denk, niemand gaat dit jaar naar een festival. Of op vakantie gaan gaat waarschijnlijk ook niet lukken. We zitten allemaal een beetje in hetzelfde schuitje. En daardoor is soort van die hele sociale druk eraf. En
Ja, ik merk dat er echt een soort rust in me is op dit moment. En dat vind ik eigenlijk wel, ook wel weer iets heel fijns. En ik denk dat ik daardoor ook gewoon ben gaan beseffen dat ik gewoon ontzettende FOMO heb. Ja. Hoe ga ik ermee om? Ja, ik heb er eigenlijk nog niet echt zo'n manier voor gevonden, om heel eerlijk te zijn. Nee, ik heb nog niet de handvat, of hoe noem je dat, om te kunnen zeggen van, nou, dit is wat je moet doen als je FOMO hebt. Hoe? Wel, het enige wat me soort van helpt, is dat ik gewoon weet dat alles op social media overdreven is en ook niet altijd echt. Dus als je dat altijd soort van in je mind houdt, dan valt bijvoorbeeld stories van een feest of weet ik veel waar je niet bij kan zijn wel iets minder zwaar. En als ik weet dat er bijvoorbeeld een concert is of een festival waar ik heel erg graag naartoe had gewild en ik kan er niet heen, dan skip ik meestal Instagram in 2 dagen ook gewoon. Of dan klik ik die stories meteen weg als ik ze zie. Ik ga mezelf soort van niet daardoor laten opvreten in a way, weet je wel. Voel je je niet eenzaam als je nu zo alleen woont? Jawel. Af en toe, jawel. In de quarantainetijd ben ik eigenlijk voornamelijk bij mijn ouders geweest. Ja, ik woonde daar eigenlijk pretty much weer. En in het weekend ging ik dan wel weer hier naartoe. Omdat ik dan ook kon filmen en gewoon eventjes mezelf kon terugtrekken. Maar daardoor heb ik ook wel echt heel erg weten te realiseren. Dat was een hele rare zin. Daardoor heb ik mezelf kunnen realiseren dat ik gewoon niet zo heel erg goed ben in alleen zijn. Ik kan mezelf heel erg goed vermaken en ik verveel me ook nooit of zo. Maar ik voel me al snel wel gewoon best wel alleen. En ik hou er gewoon heel erg van om mensen om me heen te hebben. En dat is wel gewoon echt iets wat ik nu ik een jaar op mezelf woon, ook wel heel erg heb geleerd. En ik vind het ook wel moeilijk iets om te accepteren. Omdat ik graag iemand wil zijn die heel goed is in alleen zijn. En ik doe er ook alles aan om dat echt goed te kunnen. En er zijn ook periodes waar ik het wel heel erg goed kan. Maar ook periodes waar ik het absoluut niet kan. Ja, ik vind alleen wonen heel fijn. Maar ook echt totaal niet. Het is letterlijk een beetje dit. En ik wil dan ook na mijn studie met 2 vriendinnetjes gaan samenwonen. We hadden dat idee. En het lijkt me gewoon heel fijn om met mensen in een huis samen te wonen. Dus als je wel gewoon je eigen plekje hebt, dan kan je ook gewoon terugtrekken wanneer je wil. Maar als je thuis komt, dat er dan wel iemand is waar je verhaal aan kwijt kan. Of waar je samen mee kan eten. Ja, dat is gewoon een heel fijn iets. En sinds ik hier woon zijn er altijd superveel vriendinnen over de vloer. En ik ben hier niet zo heel erg vaak echt alleen. Maar ik merk ook wel dat ik er ook wel voor zorg dat ik niet zo vaak hier alleen ben. Ja, het kan af en toe wel een beetje eenzaam zijn. Maar als ik me echt alleen voel, ga ik altijd naar mijn ouders. Of ik bel vriendinnen op. Of ik vind het altijd wel een manier. Maar het is best wel een challenge. Ja, vooral op sommige dagen kan het echt wel lastig zijn. Oké, mijn camera die stopte er opeens spontaan mee met filmen. Super stom. Dus ik had nog helemaal een laatste stukje sushi die ik met jullie wilde eten, maar die is inmiddels op. En dat heeft ze dus niet gefilmd. Ik heb denk ik nu wel alle vragen een beetje beantwoord. Ik wil iedereen bedanken die assumptions en vragen heeft achtergelaten op mijn Instagram. Ik hoop dat je het gezellig vond. Ik heb heel erg lekker gegeten. Ik ga deze boontjes nog even lekker opsmikkelen. En dan wil ik jou heel erg bedanken voor het kijken. En dan zie ik je snel weer. Doei doei!